Serieus, de aflevering van gisteren was zo heftig. En we moeten het er gewoon even over hebben, weet je? Goed, deze aflevering begint met een heel cute shot van Marijn. Die zegt hoe echt die Lisa wel niet mist en hoeveel hij van haar houdt. Bla bla bla. Weet je, ik word een beetje ziek van Marijn. Het is allemaal hartstikke lief wat hij zegt. Maar ik vraag me af of hij echt is of eigenlijk... Ik heb het idee dat hij zeg maar zodanig niet meer weet wat hij moet doen. Dat hij zichzelf duidelijk probeert te maken. Nee, maar ik hou wel echt van haar, ja, hoor. Dat zou wel kunnen, ja. Ja, dat weet ik. Rosanna is natuurlijk gewoon helemaal van de kaart naar vorige week. Want ja, wat Niels bij haar heeft gedaan is natuurlijk gewoon echt buiten het broekje. Binnen het broekje. Nou ja, Alex die ziet zijn kans schoon en die probeert haar te troosten. En dat doet hij door haar een prinsessensticker te geven voor de prinses. Nou ja, het is natuurlijk hartstikke cheesy allemaal, maar Rosanna vindt het heerlijk. Weet je, eigenlijk verdwijnt haar gevoel voor Niels als sneeuw voor de zon. Want vervolgens gaan ze op date, Alex masseert haar en ze zegt gewoon serieus, ik ben Niels alweer vergeten. Vraag ik me toch af wel hoeveel diepgang er in die relatie zat als je zo snel daarna al je vriend vergeten bent. Maar oké. Ja, maar volgens mij zitten allebei niet echt heel snellere mensen. Dat is zeker waar. Ja. De meiden die kunnen er niet zo goed tegen dat Rosanna zich zo ontzettend laat inpakken door Alex. Jolien vindt zelfs dat Alex een spelletje speelt. Nou, detective Jolien! Ho! Wake up call! Die guys zijn daar om het spel te spelen. Jolien, ja, je zit in een spel. Hoezo hij speelt een spel? Natuurlijk speelt hij een spel. Je doet mee aan een spel. Vervolgens mogen de meisjes gaan kiezen of ze een duo date doen of een triple date. Lisa gaat voor de triple date, want ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar ja, dat slaat natuurlijk gewoon nergens op. Lisa houdt zichzelf ontzettend voor de gek. Ze wil gewoon daten met Karim. En ja, dus dan doet ze die Giuseppe, of hoe heet het? Zodat ze zeg maar, zodat het iets minder opvalt dat ze eigenlijk gewoon met Karim wil zijn. Maar Giuseppe heeft het door. Hij heeft het door, hoor. Oh ja, vervolgens denkt ze ook dat ze ons kan overhalen van haar gelijk. Door te zeggen, ja, zij zijn beste maatjes, hoor. Daarom heb ik ze gekozen. Echt niet omdat ik met ze wil zijn. Serieus, ik kan Lisa niet uitstaan. Zij is zo nep. Ja, dat is echt niet te doen. Zij is zo ontzettend schijnheilig, want constant doet ze alsof ze loyal is en zo. Maar op het moment dat zij denkt dat de camera weg is... Sla mijn billen dan, doe dan. Daar komen we later op terug. Oh. Niels beseft dat hij een stapje terug moet doen, want na de beelden van Rosanna denkt hij, goh, wat is zij toch ontzettend lief, ze doet helemaal niks. Ik moet dat ook doen. Nou, ontzettend goed dat je er nu pas achter komt. Dat je met jou in de broek zat. Zeg maar niet dat je gewoon een moreel besef had en dacht, hey, dit is misschien niet helemaal oké, maar nee, je komt er pas achter op het moment dat je vriendin wel netjes is. Oké. Jolien gaat met Levi op date en ze moeten een fotoshoot bij het strand doen. Maar the most awkward person. Oh my god. Moeten ze een rugzakje omdoen en zegt die fotograaf van, even met z'n tweeën op de foto. Met kindjes de rug naar de gaan altijd samen naar school. Ja, kindjes gaan altijd samen naar school. Weet je wat ze zegt? Nee, ik niet. Ik ging altijd alleen. Jefferson kiest Natasha om mee op date te gaan. Subtiel. Best wel dom. Want hij zegt vervolgens dat zij de grootste temptation is. En dan denk ik, oké, het is zeg maar de bedoeling dat je daar bent en je temptations uit de weg gaat. Maar hij gaat met zijn temptation op date. Vervolgens is hun date idee om lingerie te gaan passen. Maar ja, Jefferson, jong als die is, volgens mij is die 21 of zo. Ja. Helemaal in de gloria. Hitsige tiener, hè. Vervolgens gaan ze een of andere gekke scène uit Lady en de Vagabond nadoen. Het is allemaal, het slaat gewoon maar eigenlijk gewoon ergens op. Rosanna is kort maar krachtig. Niels kan de tering krijgen, want zij gaat neuken met Alex vanavond. Ik denk eigenlijk dat ze zei... Niet? Er was een bliep. Oh, echt? Ja. Oeh. Dat denk ik. Oké, dat zal dan wel. Niels wordt op een gegeven moment een soort... Ja, gek in zijn hoofd. Hij is dus van, wat heb ik gedaan? En dan gaat hij tegen Parastoe tekeer. Kijk, ik mag Parastoe niet, maar gaat hij tegen Parastoe tekeer van, ja, en je string omlaag en zo. Toen zei Parastoe heel terecht, jij trekt mijn string omlaag. Ja, ik mag haar ook niet, maar daar heeft ze wel gelijk in. Waarom gaat hij het op haar? Ja, hij deed dat. Ja, inderdaad. Nou ja, vervolgens begint hij te janken. Ja, in de avond hebben de jongens er zin in. Ze gaan een tourcontest doen. Verstandig. Zeer verstandig, mannen. Dan de avond echt, jongen. Vanaf hier krijgt het zo'n aparte wending. Pommelien begint gewoon te janken omdat ze blijkbaar Marijn daadwerkelijk leuk vindt en niet meer weet wat ze mee moet doen. Ik vond dit heftig, want ze is daar dus om haar verleidster te zijn. Maar ze vindt hem echt leuk, want ze ging ook gewoon zeg maar, in dat shot wat de cameraman alleen met de verleidster heeft, ging ze gewoon janken en ze wilde gewoon dat hij stopte met filmen. Ze is daadwerkelijk verliefd op Marijn. Op een gegeven moment gaan Karim en Lisa naar de kamer van Rosanna en Alex en Karim doet dan een doek over de camera heen. En Lisa helemaal in de gloria en denkt, ik ben uit beeld! Ja. Oh.
Nou ja, goed, ze was dus totaal niet uit beeld. En dat is gewoon grappig, dat zodra zij denkt dat ze uit beeld is, begint ze meteen aan Karim te zitten. Nou, dan vind je gewoon zo'n vieze vuile. Ja. Nou ja, ik vind dat ook gewoon echt. En denk ik, en doe maar alsof je voor de camera helemaal geweldig bent. En dat Marijn zich moet bewijzen. Denk ik, kijk wat je zelf aan het doen bent. Daarna gaan ze een soort glow in the dark iets doen en dat is dus verf. Ja. Dit is het ergste ooit, hè. Karim doet iets bij Lisa en Lisa zegt, doe op mijn kont dan, doe op mijn kont dan. Slaat hem eerst op mijn billen. Ja, zoiets. En vervolgens, ik snap ook niet dat ze denkt dat ze niet gefilmd wordt. Ja. Vervolgens zegt ze volgens mij weet zij gewoon niet dat er verborgen camera's zijn buiten haar slaapkamer. Nou, want wat gebeurt er dus? Ze heeft een shot 1-op-1 met de cameraman, zegt ze dit. Ik citeer. Als ik zag wie mij op mijn kont sloeg, had ik er echt wel wat van gezegd, maar ik zag het niet. Ze zegt letterlijk zelf, sla op mijn kont dan. Maar denk ik, hoe... Uit welke tangens kwam zij? Uit welke tangens? Nee, maar... Welke stelling van Pythagoras moet ik gebruiken om uit te vinden uit welke hoek zij kwam? En daarna zitten dus de vrouwen met hun verleiders in het zwembad. En op een of andere manier wordt het opeens een of gekke orgie gewoon. Dat is echt... Ken kust Lize niet, omdat hij zoiets heeft van, weet je, ik ga niet te hard van stapel. Ja, goed van hem wel hoor. Ja, en dan denk je, oké, er wordt niet gezoend. Maar het komt een heel onverwacht toe. Schijnbedriegt! Jolien kust Lize! Nee, zoent Lize! Toen dacht Lisa, nou, daar wil ik ook wel een napje van. Ja! Toen zoende ze Lisa! Nee, eigenlijk was het meer Lisa die Jolien zoende. Lisa zoende Jolien. Okay. Het kwam gewoon zo uit het niets. Ja. Opeens dachten die dames, we gaan ervoor. Nou, dus deze aflevering echt gewoon... Ik kan hier gewoon niks uithalen dan dat die mensen allemaal gestoord zijn. Stuk. Maar het is geweldig! Het is heerlijk. Dit programma is geweldig. Ik hou ervan. We hebben het echt kort maar krachtig gehouden. Vind ik knap. Ja. Laat even onderin weten of jullie leuk vonden dat Charlie erbij was. Ja. Want daar ben ik gewoon benieuwd naar. Ik bedoel niet dat het iets vast wordt, maar het is toch gewoon leuk? Ja. Nee, kom op. Nee. Dit is trouwens mijn zuster, niet mijn vriendin. Oh ja. Ja, kijk. Het is, zo, ja. Het is ook mijn bestie, maar het is mijn zusje. Marijn zou dan gewoon zingen, Jolie. Waarom Marijn? Nou, omdat Marijn zei van, ik zou het erg vinden als ze mij... Ja. Please don't take care just because you can. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Hier deed ik abonneer op mijn kanaal als je dat niet gedaan had. Wil je weten wat ik in mijn leven doe? Volg me even op Snapchat, want er staat van alles in mijn story. Ja, maar ja. Je kunt me ook volgen op Instagram en Twitter. Nee, ik ga niet zo doen, want ik kan het niet in verschillende hoekjes doen. Dat weet ik gewoon al. Dus het staat waarschijnlijk gewoon bij elkaar. Maar vergeet natuurlijk vooral niet een klein beetje liefde zijn voor elkaar. Yo! Yo!